Vorige maand waren we bij een restaurant welke een Michelinster overhandig kreeg. Vandaag zijn we bij een ondernemer die zijn specialiteit weer op de kaart zet, namelijk de bekende Hillenfrikandel. Terug van weg geweest, tijden veranderen, eigenaren veranderen, maar sinds het begin van deze maand, januari, is er weer een verandering gekomen. En dat betekent dus terug van weg geweest de welbekende Hillenfrikandel. Waar moet er een goede frikandel aan voldoen? Nou, hij moet in eerste geval van goed vlees gemaakt zijn. En wij draaien hier met half om half gehakt. Dus, en dan speciale kruiden die ervoor geschikt zijn. De gewone commerciële frikandel, om het te noemen, waaruit bestaat die onder andere? Ja, ik moet eerlijk zijn, geen idee. Het is allemaal wel vlees, zeg maar wordt van gemaakt of van afgesneden wordt of wat er allemaal... Ja, bij de ene fabrikant zit er misschien kip in en bij de andere zit er misschien weer andere producten in. Dat kan ik echt niet zeggen. Toen je begon met de onderneming, ben je toen meteen gaan richten op een speciale frikandel? Of heb je in het begin ook de gewone commerciële frikandel verkocht? We hebben de commerciële frikandel niet verkocht hier. We zijn zelf aan het experimenteren geweest om een frikandel te maken. Allereerst hadden we dus zonder paneermeel, maar dat zag er eigenlijk niet zo mooi uit. En wij kunnen natuurlijk, wanneer je die van de fabriek hebt, zeg maar, dat is veel dunner materiaal en dat komt uit de machine en dan valt gelijk het vet en dan gaat dat beter. Wij moeten ze op een andere wijze klaarmaken. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om te zeggen van ik wil toch een andere frikandel? Ja, wij dachten altijd maar wat de fabriek kan, kunnen wij ook maken. Hè? En zo zijn we dus begonnen met onze eigen ideeën van frikandel. Eerst maken we ze helemaal met de hand, later kwamen we met de stopmachine, wat alweer sneller ging. En wat onze eigenaardigheid aan ons product is, dat wij de frikandellen paneren. En dat sloeg in de beginjaren zo in, dat het een goed product werd. Een bekend product. Zo'n ontwikkeling wat betreft frikandel, heb je daar ook nog contact over met je leveranciers? Nee, we hebben toen alleen de kruiden ontwikkeld, zeg maar, die ook onder mijn naam staan. En die gebruiken we nu nog steeds. En kan geen enkele in Nederland krijgen, zeg maar. Dus wij hebben alleen recht voor Nederland om die kruiden te gebruiken. Die kruiden zijn dus in feite exclusief? Exclusief, het zijn zeker exclusief. Speelt er ook nog de warewet in mee, of niet? De warewet zal er niet in meespelen. Want die kruiden die komen van een grote fabriek natuurlijk. Die hun eigen warencontrole hebben en zo. Er wordt wel, als de warewet hier komt, die komen af en toe wel eens hier natuurlijk. En dan nemen ze wel frikandellen mee om te kijken hoe dat allemaal in elkaar steekt, zeg maar. Wat ik nu op het moment doe, is gewoon even wat voorraad maken. En dan moet ik de kok hier, zeg maar, leren om ze zelf te maken. Ik kan natuurlijk niet de hele tijd door blijven gaan. Hè. Kunnen we in de toekomst meer specialiteiten verwachten vanuit het restaurant? Nou, we hebben dus een aantal dingen, zeg maar, waar wij voor de cafetaria ontwikkeld hebben, die nog steeds zelf maken. De gaakballen, bamiballen, kip chatanooga, salades en zo zijn er nog meer van die kleine dingen die we ontwikkeld hebben in de loop der jaren. En die gaat de nieuwe eigenaar dus weer produceren. Ja, het is misschien al een tijdje geleden dat je stond in je witte werkjas, koksjas. Hoe bevalt dat? Ja, dat is zeker 6 jaar geleden. Nou ja, eigenlijk of je niet weg geweest bent natuurlijk, maar het gevoel zit er nog steeds in. Nou, we hopen dat het gevoel ook weer terugkomt in Winterswijk en omstreken om onder andere de frikandel te gaan proberen. Ik wens jou natuurlijk heel veel succes, maar zeker zometeen de nieuwe eigenaren van dit restaurant heel veel succes. Ja, ik zou zeggen, kom proeven. Doen we zeker. Het is woensdagmiddag 13 januari, 3:00. En het befaamde cafetaria van Hillen aan de Misterweg is weer open. Het heet niet meer Downry, maar de naam is nu bij Hillen. Vanmiddag is de automatiek open gegaan en volgens mij komt de zaal wat later. We spreken met een nieuwe bedrijfsleidster en dat is Nicole ter Heide. Nicole, hoezo heb jij dit bedrijf, zeg maar, overgenomen? Nou, het kwam uit de oren dat het te koop stond. En ik heb al vaker wat in de horeca gedaan. En toen dacht ik van, dit lijkt mij gewoon geweldig. En het is natuurlijk ontzettend jammer als daar geen vervolg aan wordt gegeven. Hillen is gewoon een begrip in Winterswijk. En dat is gewoon ontzettend jammer als dat straks niet meer is.
Dus we zijn met meneer Hillen om tafel gegaan en we krijgen gewoon alle steun van hem om ook al zijn producten weer verder voor te zetten. Dus daar zijn we heel blij mee. We willen iets moderniseren in het café en de verwachting is dat we daar in februari ongeveer mee klaar zijn. En dan kun je daar ook je gasten ontvangen? Ja, zeker. De verenigingen zitten er op dit moment wel gewoon in, omdat ze gewoon de ruimte nodig hebben. En die vinden het ook niet erg om een beetje nog in de verbouwing te zitten. Dus straks is het weer mogelijk om voor iedereen daar een hapje te eten, een drankje te doen, lekker aan de bar te zitten. Dus dat gaat helemaal goed komen. En jij gaat het allemaal runnen met nog wat meer mensen, neem ik aan? Ja, zeker. We hebben al het personeel van Hillen en van Downdry die al werkzaam waren, gewoon lekker overgenomen. Want dat zijn natuurlijk de echte kenners en we kunnen gewoon niet zonder hun kennis. Oké, dan ga ik even naar de naamgever. Het heet nu Bij Hillen en naast mij staat Willy Hillen. Zeg maar beroemd in Winterswijk en omgeving. En met name natuurlijk ook door je sportervaringen op de Olympische Spelen, et cetera. Maar ook de frikadellen. Vertel nog even hoe dat ontstaan is. Nou, dat is al zo'n 40 jaar terug ontstaan. En we hebben toen eerst een ander soort gemaakt, zeg maar. Maar dat vonden wij niet mooi. En toen hebben we het gepaneerd. En dat sloeg zo aan dat het zelfs na 40 jaar nog volop gevraagd wordt. Ja. En diezelfde frikadellen, die verkopen jullie ook, mag dat? Die gaan wij zeker verkopen, want ja, alles wat we willen zijn de frikadellen van Hillen, wordt hier al geroepen, dus ja. Ja, en de grote snitzels was toch ook wel onbekend, of niet? Ja, de snitzels waren bekend en de bamiballen, de slaatjes. We hadden veel meer eigen producten. Kip Chattanooga was wel bekend. En ja, zo maken we dus zelf producten, vond ik, om een beetje meer af te scheiden van de normale cafetaria. Ja. Nou heb je die, je zegt al 40 jaar geleden, die frikadellen, laat maar zeggen, ontworpen. Je hebt daar ook patent op, hè? Want niemand mag die kopen. Nou, de frikadellen mag even komen, maar de kruiden niet. De kruiden heb je toestemming voor nodig. Anders toestemming van de familie Hillen dan nog, zeg maar. Ja. Anders dan kun je niet die frikadellen maken. Oké, nou, jullie zetten de zaak eigenlijk zo voort, heb ik begrepen. En dat doe jij, maar jij bent ook de eigenaar of is dat je partner? Nee, ik ben de eigenaar. Oké, wat kan mensen verwachten? Wat heb je hier nog nieuw gemaakt, nieuw gedaan? Nou, we willen niet gelijk iedereen overspoelen met allemaal nieuwe dingen. We willen eerst gaan voor de kwaliteit en de kwaliteit van de Hillen snacks gewoon weer goed op de kaart zetten. En van daaruit gaan we gewoon weer allemaal nieuwe dingen ontwikkelen. En dan kijken we weer wat daarvan aanslaat natuurlijk, want zo is het altijd gegaan. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. En jij, Willy, want de mensen zien jou hier nog af en toe, hè? Ja, ik kom nog, denk ik, nog wel een paar weken. Het gaat erom dat de mensen het zelf kennen, zeg maar, hoe wij de producten maken. En dan blijf ik op de achtergrond. En dan langzaam terugtreden. En dan langzaam terugtreden en we filmen natuurlijk. Hè. Bij RTV Slingeland. Hartelijk dank allebei.